Zo, dames en heren, welkom hier in het huis Klevering. We hebben gehoord dat hier vannacht een feest is geweest. Dus we gaan eens even kijken hoe het hier aan toe is. En dan is hier een Tim Kanter, is een Tim Kanter. Een man die altijd, ja, altijd wakker blijft. Zo, daar is hij wel. Hallo. Hallo, dat wil je hier hebben. Hallo. Nou, kom erin. Ja, ik ben de Bas. Ik ben Tim. Ah, hoi. En dit is je geluidsman, neem ik aan. Hoi. Hoi, je geluidsman. Henk. Henk. Dag Henk. Henk, kom binnen. Ja. Henk en Maarten. Kom binnen. Nou. Is mijn net. Ik heb vast wel gezien hebben. Dit is my crib. Dit is my crib. Hier heb je ook echt voor gedaan. Dit is gewoon de plek waar ik huis gekocht. Dit is een mooie washok. En wat ik ook wel echt typisch vond. Gewoon, ja, ook echt die wasmand en die magnetron. Weet je, dat vond ik ook gewoon echt. Dat past gewoon ook wel bij dit huis. Nou, ik bedoel, ik ben een man voor weinig zorgen. Maar kijk, dit vind ik toch ook wel in zo'n huis. Past dit erbij. Weet je, je hoort dit gewoon te doen. Nou, dan gaan we verder. Nou kijk, dit is dus de keuken. Nou, dit is de plek waar ik gewoon niet heel veel kom. Maar ja, goed. Hè, als ik met mijn maat hier ben, toch? Nou ja, dan willen jullie natuurlijk de koelkast zien, zoals altijd. Nou goed, dit is mijn koelkast. Nou, er staat niet heel veel in. Nou, een beetje betolli. Ik bedoel, ik wil altijd goed blijven eten. Dus nou, gebruik ik gewoon altijd betolli op mijn bord. Ketchup. En vooral curry. Curry, dat is toch wel echt gewoon mijn schatje. Hè, curry. Wij twee zijn één. Ik gebruik overal curry op. Moet je kijken. Hier. Net zoals die ene vent het deed, hè? Gewoon, ik neem het gewoon en... Kijk, ik neem het gewoon. Ja, zo doen we dat hier. Dat is heel normaal hier. Doe maar altijd hier, dat is heel normaal. En dan ben ik gewoon, bijvoorbeeld, dan heb ik een beetje, ja, nu zoals nu heb ik een beetje een slotneus. Nou, dan zoek ik gewoon een doekje. En kijk, toevallig, nou echt, net nu, is die op. Dus dan heb ik altijd dit. Dan gebruik ik dat altijd gewoon. Ja, dat is beter. Volgende. Nou kijk, dit is gewoon mijn schakje. Dit is mijn gieter. Nou, mijn gieter, dat is gewoon echt mijn allesje. En daar doe ik het ook mee. Nou, kom op. Dan gaan we nu naar mijn maten toe. Die zullen vast al wel klaar zitten. Kijk, nou, we hebben toevallig een klein feestje gehad vannacht. Maar vast niet heel veel. Nou, kijk. Hey, leuk! Dit is een van de eerste lui. Kas, dit is Bart TV Crips. Hey Kas, hoe gaat het ermee? Hallo Kas? Kas is normaal met zo'n praten. Kas is normaal een beetje verlegen. Dus. Kas, hoe gaat het ermee? Hey boy, die vind ik ook wel een nederige uitspraak van dingen. Die hoor ik ook wel vaker van in dit. Hoe hoor je dat? Wat zei hij dan precies? Dat is echt wel, nee, maar dit is wel echt kenmerkend voor Duncan. Die kent dit wel. Nou, Bartje verkreeg, dan gaan we nu door naar Rogier. Nou, Rogier, een normaal dagelijks leven is gewoon een normale jongen. Maar nu, kijk, je weet het wel. Nou goed, dit was mijn woonkamer. Even horen hoe die snurkt, hè. Nee, Rogier is goed. Een beetje rondkijken. Kijk, hier een fles Crystal Mojka. Dat zijn allemaal dingen. Nou, hey Bartje, ik denk niet of jullie het nog gezien hebben, maar nu gaan we naar boven. Ja, kom op. Ring, doorspoelen. Nou, als jullie hebben kunnen zien, was de woonkamer gewoon echt gek uit. En nu? Ja, nu gaan we door naar het paradijs. This is the place where the magic happens. Mij. Of het wel Stijn's slaapkamer. Maar goed, zoals je ziet, is hij een redelijke gay orgie aan het worden. Ik bedoel, de arm. Maar goed, zoals jullie kunnen zien, ik heb mijn vrienden, maar goed. Kijk hier. Moet je dit ook even zien? Moet je dit ook even... Gewoon, en dit was dus de plek waar de Magic Happens, maar vrienden willen doorslapen. Nou, dit is gewoon de plek voor de gay boys. Dit is gewoon de plek waar, ja, een beetje de losers, zeg maar, slapen. Als je gewoon een bitch bent en je weet niet wat je moet doen, dan ga je gewoon in de kast. En deze jongen kan heel mooi zingen, hoor ik, in zijn slaap. Moet je maar luisteren. Maar dit doet hij uit zijn neus, hè, want moet je kijken hoe groot die neus is. Hij houdt ook van vliegen, joh. Er zitten twee vliegen ook, hè. Moet je ook kijken hoe groot de neus is van die ander. Ja, kijk maar eens in die neus. Nee, helemaal in die neus.
kijk maar. Natuurlijk ook. We zijn natuurlijk niet alleen, we hebben natuurlijk ook chicks geregeld. Van Bartje van Chris, dit zijn de chicks. Dit is Anne en Claudia. Kijk, zoals je kunt zien heeft Claudia een... Kun je goed in... Maar goed, goed. Laten we voor wat het is. Kijk, en dit is even een van mijn mooie schilderijen. Wat ik ook wel even bij deze schilderij moet voegen, wil ik zeggen. Dit is ook een schilderij wat ik echt wel best wel ver in mijn verleden ook al heb gekocht. En ja, weet je wat het was? Ik zag hem toen gewoon op een veiling hangen ook. En ik vond ook gewoon echt, het raakte me wel. Het raakte me echt van binnen. En dan moet ik dan ook gewoon echt op mijn hart doen. En kijk, toen zat ik ook niet met de stof in mijn mond, waardoor ik gewoon echt veel... Ik heb wel een eind gezongen, sorry. Nou, je wil niet weten hoe duur die was. Het was echt... Ja. Jullie willen het niet weten. Nee. Maar ik zeg het gewoon, 5 ton. Okay. Dat is gewoon 5 ton. Ah, dat valt wel mee, hè. 5 tonnetjes, jongen. Dat kan er allemaal hier wel af. Kom op. Nou, kom op. Dan gaan we nu gewoon naar het kantoortje. Waar ik... kijk, ik heb ook gewoon een zieke bontkraag. Weet je, ik bedoel... Ik moet er als een PMP bij hangen. Dus voor maat doe ik deze shit. Ik bedoel, kom op. Nou, nu gaan we door naar het kantoortje. Sommige gewoon, kijk, dit zijn best de pokeraars, weet je ook gewoon met het onderbroek met domino's. Heeft hij misschien nog wat te zeggen deze man? Nee? Geen commentaar, weet je. Zo zijn geen commentaar. Oké, geen commentaar. En dan moeten we gewoon weer gaan verlaten. Dit is mijn kantoortje. Nou goed, je ziet het. Porno. En de kopje zit ook wel uit. Ja, zeker. En wat ik vooral echt geïnspireerd vond, was dit fotolijstje. Ja? Want het is niet eens gewoon puur omdat het gewoon een foto is, maar gewoon echt die witte decoratie ook gewoon om het geheel heen. En dat sprak me zo aan dat ik deze ook, ja. Jullie willen natuurlijk niet weten hoe duur het is. Nee, dat ga ik ook niet zeggen. Ah, ik zeg het gewoon, weet je wat, gewoon 8 ton. Oké, okay. Nee, dat is op zich wel wat te doen. Ja, nee. Kijk, en wat ik ook nog eventjes wil zeggen. Kijk, deze spiegels, die hangt daar. Maar dit zijn 2 mooie schilderijtjes, ja. En deze schilderijen betekenen zoveel voor mij. En ze zijn zo klein, maar... Op zich, ze weerspiegelen zo mooi mijn jeugd, maar moet je hier eens op kijken. Moet je hier, Bartje van Chris, moet je hier eens 1 keer goed op inzoomen. Zo mooi, die rode ceintuurlijnen en dan met dat geel aangebracht. Dat weerspiegelt gewoon zo mooi de jeugd, ook gewoon van een jonge Antilliaan, weet je. Het is gewoon echt zo fantastisch. Alsof je een Turk ziet opbloeien vanuit het mooie Marokko, terwijl hij daar niet eens geboren is. Oké. Okay. Nou, wil ik jullie nu de badkamer laten zien, maar in de badkamer moet je altijd heel stil zijn, want... Het schijnt dat ik net zoals in de Hangover 2 tijgers in mijn badkamer heb, maar niet 1, maar 2. Dus... Ik neem er wel even. Kijk. Dit is mijn badkamer. Daar ligt rechts Luc en links Guus. En als je dit wakker maakt, dan kun je het wel vergeten en dan kun je het schudden. Nou, Bartje van Chris. Maar goed, jullie hebben zo'n beetje alles van mijn huis gezien. Maar nu gaan we dus gewoon vol door, ja, naar het paradijsje. De plek waar het allemaal om gaat. Ja, mijn fucking drooghok. Dit is dus mijn drooghok. Kijk, ik bewaar hier meerdere collector items. En kijk, dit is er zo eentje van. Kijk, ik weet niet waarom ik dit gekocht ooit heb, maar het is gewoon zo vet. Want kijk, het is gewoon zo klein allemaal. En als je gewoon wil, hè, je hebt een gekke dag, dan doe je dit. Kijk, kunnen we gaan naar die jonge man daar. Die jonge man daar. Kijk. Wat is daarmee aan de hand? We gaan nu even door. Dit is dus een knaap, dit is een vriend van mij. En kijk, een andere gek, die heeft een strijkplank op het leggen, ja, een strijkplank. Op hem. Het mooie wil dus dat hij nu onder een strijkplank ligt te slapen. Ja, daar ligt een meisje. Daar ligt een meisje. Oké. Okay. Daar, ja, nou, dat is gewoon niet. Je zou hier in principe gewoon op kunnen strijken, hè? Zonder dat hij het door heeft. En moet je ook zien, die armen achter zo, ik vind dat zo fantastisch. Ah, die kost hem ook niet veel, dat was een neefje. Ja, die heb ik ergens uit Pakistan. Dat zijn geweldige beelden. Uit Pakistan heb ik dat mannetje gehaald. Nou, ik weet niet, dat kost... Wat zijn voeten? 1,5 miljoen of zo. Maar goed, heb je ook een paar staan die onder een hele simpele strijkplank kan slapen? Ik bedoel, dekens zijn niet nodig, hè, bij zo'n jongen? Nee, zeker niet. Die jongen is zo blij met wat hij heeft, die slaapt gewoon onder een strijkplank. Zeker. En onder een aantal kranten. Nou, Bart TV, kom er maar uit. Ik zou zeggen, jullie hebben zo'n beetje alles van mijn huis in het nu nog de auto's, hè, de auto's. Nou goed, omdat jullie het zelf nog wouden. Het is mijn Boeddha. Ik weet je wat, het is gewoon Boeddha. Het straalt voor mij zoveel rust uit. En ik vind gewoon ook dat mooie symbool dat hij gewoon ook op zijn voorhoofd heeft. Alsof hij een fucking grote puis heeft. Dat vind ik gewoon ook echt het heeft wat, weet je. Je wil zeker niet zeggen hoeveel hij heeft gekost, of wel? Nee, dat ga ik wel niet doen. Nee, maar dat vind ik ook een beetje... Nou oké, ik zeg gewoon, het was gewoon 2 miljoen. Oké. Okay. Maar goed, wat ik al zei. Dit was mijn huis, dit waren mijn maat. Nu gaan we door naar de auto. Aha. So seductive.
al zei, ik heb hier een aantal mooie collectors items staan. Nou, ik wil eigenlijk beginnen bij deze Gazelle Pimteus uit 2003. Nou, dit is gewoon echt ook wel, als ik op mooie dagen, dan ga ik gewoon met deze jongen aan de haal. En ja, ik moet gewoon zeggen, hij bevalt me prima, weet je. Het is gewoon niet te gek, gewoon normaal. En ja, ik kan er gewoon normale weg goed mee overweg. Op mooie dagen dan. Nou, dan gaan we even door. Dit is mijn Vespaatje. Nou goed, Vespaatje, begrijp natuurlijk wel. Gewoon chill. Gewoon voor als ik met een beetje snel door het verkeer moet. Nou, dan heb ik gewoon deze met een geel nummerbordje. Ah, ik heb het ook maar gewoon een keertje aangeschaft. En ik dacht, ja, weet je, dat doe je dan ook maar gewoon. Nummerbord mogen we natuurlijk niet filmen. Dat mogen we natuurlijk niet filmen, nee. Dat heb ik ook niet. Nou goed, weet je, dan heb ik hier ook nog een Sim Double D'tje staan. Ah, het is gewoon ook echt gewoon om een beetje lol te maken, weet je. Ja, het voegt eigenlijk vrij weinig toe, maar ik vind het gewoon fantastisch om met zo'n Sim Double D'tje gewoon een beetje de beest uit te hangen, begrijp je wel. Ja. Nou, omdat we nog zoveel hebben, heb ik hier dan ook nog een Vespaatje. Je begrijpt het wel, gewoon een beetje hetzelfde. Alleen dan snorretje voor op het fietspad dus. Nou, deze is een klein beetje gay, omdat hij ook gewoon, de vroegere eigenaar was ook best wel redelijk, ja, hoe moet ik dat zeggen... Ja, een beetje verdwaald en die zat een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen, in de struggles, zeg maar, in de struggles. Nou, toen heb ik die jongen gewoon uitgekocht en hem gewoon de prijs voor het Vespaatje gegund. Nou, dan heb ik hier nog een afschuwelijke Mio. Nou, ik zou je aanraden om dit nooit te kopen. Het is betrouwbaar, maar ja, het is niet leuk. Nee. Als je iets wilt gewoon voor de leuk, als je iets wilt voor de handig, dan zou ik dit aanschaffen. Maar nee, anders, ja, ik heb er ook echt vrij weinig plezier nog van gehad, maar... Nou, dan heb ik hier nog een Aprilia. Aprilia Classicje. Maar, kijk, deze Aprilia, ja, die trekt mij al wel redelijk lang al gewoon echt door huid en haar. Maar, dit is gewoon wel een beetje ook mijn kindje geworden in de loop der tijd. Ik bedoel, de vorige eigenaar, die gasten nogal vrij veel in zijn vrij ook. Dus het was gewoon dat hij hem aanzet en dan gewoon echt alleen maar ging gassen, zonder dat hij echt vooruit ging. Ja, dat was gewoon om het geluid te horen. Ja, alleen om het geluid te laten zien aan anderen. En laat het geluid horen dan. Vespa die is al totaal losverklaard, die voegt eigenlijk nog vrij weinig toe. Die heb ik hier ook alleen nog maar staan, omdat ik denk van ja, als ik hem nodig heb, dan kan ik hem pakken. Maar verder is het eigenlijk ook, ja, het is een bakje schoot, weet je. Het is de eerste kilometer haal je met de fiets nog in en ja, het is gewoon een brom. Dus ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom ik hem nog heb. Ik kan hem ook weer in elkaar trappen, maar... Nou, en dan hebben we hier nog gewoon het ultieme. Mijn mini-koepertje. Ja, hier doe je het voor. Hier werk je gewoon helemaal groen en geel voor. Zo'n mooi bakje. Dit is fantastisch. Dit is echt, ja, hier doe je het gewoon voor. Nou, ik vind het gewoon... Dit is ook gewoon echt mijn steun en toeverlaat geweest. Dit is echt gewoon ook het doel waarom ik dit heb gedaan. En nou, als je dan zoiets bereikt, ja, dat is gewoon... Dat is onbeschrijfelijk zoiets moois. Dat is onbeschrijfelijk. Oké. Okay. En ik wil hem ook nog wel knuffelen gewoon zo. Oké. Okay. Nou jongens, ik denk dat onze tijd erop zit. Ik denk dat onze tijd erop zit. Nou. Bart Verkrips, ik ga terug naar mijn vrienden. Maar jij wees weg. En misschien zie ik je ooit nog. Tot ziens, weer. Bedankt. Peace out, man. It's so fucking hard because it's down to a golf club and he can also smash with the golf club, but smash with the golf club on the glasses. Look like this. Like this. Oh, the glasses are smashing down. Oh, mate. Oh, it's so freaking hard. Oh, yeah. Oh, put it more down. No, this more looking like a porn movie. Well, I will shut it down. Bart, say hi to the watchers. Hi, watchers. Watchers. This was me. This was Bart. Hi, watchers. Are you? Hi, watchers. Oh, wacht, ik film aan de verkeerde... Kut.